Dierbare familie, vrienden, zusters en broeders van onze overledene Hugo Leon Brunings, geboren op 24 augustus 1933 van de vorige eeuw, overleden op 18 september 2020 na het sacrament van de ziekenzalving te hebben ontvangen op maandag 13 september 2021 omstreeks 19:45 avonds. En vandaag zal hij worden gecremeerd. In de Bijbel staat geschreven: een mensenleven is 70. Zijn wij krachtig dan 80? Onze overledene Hugo heeft met zijn 88 jaren, als je goed kan rekenen, volgens Bijbelse maatstaven een hoge leeftijd bereikt. Wie lang heeft mogen leven, heeft veel levenswijsheid opgedaan. Hij heeft weet van de vergankelijkheid der dingen, van vallen en opstaan, van falen en slagen, van komen en gaan. Hij kent ook momenten van diepe vreugde die mensen aan elkaar bindt. Wij mogen dankbaar zijn om de 88 jaren en het rijke leven van Hugo. En toch zijn die levensjaren kort. Staande bij het doodsbed van iemand die ons heel lief is geweest, blijft er de droefheid om het afscheid, want liefde aanvaardt de dood niet. Wij willen graag altijd de weldoende invloed van liefhebbende mensen ervaren. In de nabijheid van goede mensen wordt het beste in ons aangesproken en ontspringt in ons hart een levensbron waaraan velen kunnen putten. Laten wij elkaar in liefde dragen nu wij verdrietig zijn.